Als ik die sleutels toch eens had. Hallo Clementine. Hey there. Hi. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I get you anything? Behulpzaam zijn. Maybe I'm a little hungry. Oh, that's good. Ik besef me in één keer. Oké, wacht, even doei. We'll sit tight. Oké, ja, doei. Okay. Oh, het is ook lief, Clementine. Maar ik kreeg heel veel reacties over de subtitles. Dat ik de subtitles aan moest zetten bij de gameplay. Ja, subtitles on, ja. Bij deze, de subtitles staan aan. Applaus. En dames en heren, ik heb ook de belichting iets aangepast, zoals je kan zien. Ik vind het trouwens ook heel cool. Heel veel mensen reageren heel enthousiast over de serie. En ik lees ook alle reacties en ik probeer echt te volgen wat jullie zeggen. Want, nogmaals, we hebben jullie nodig om een succes te worden met Banjo Town. En het is wel cool als de gameplays ook beter worden. Wat is dit? Dus, reageer beneden met Tech Energy Bar. Oh, wat? Volgens mij wel Clementine die. Oké, hey Clementine. Nee, ik wil niet praten met Clementine. Everything okay? Mm-hmm. Oh, mooi, kan ik weg. Geef haar de bar. Not much, but here you go. Thank you. Oh. Zo zijn we wel getrouwd. Oké. Wij gaan medicijnen halen. Ook leuk, heel veel mensen vonden dat ik de spanning een beetje uit de game haalde. Door mijn commentaar. Alive inside. Maar voor de duidelijkheid. Er is geen duidelijkheid. Ik vind het leuk om te praten over een spel. En daarom neem ik het ook op. Anders zou het raar zijn. Een bebloed matras. Er was een vrouw ongesteld. Die heeft daar op dat matras gelegen. Oh, hallo meisje. Dat ik niet moet zeggen met een kind in beeld. I can't think about them in here. Oh. Het is een emotioneel moment. Dat moet je dan niet zeggen dat het een emotioneel moment is. Is dat een kast? Oké. Maakt niet uit. Hé, daar is de EHBO-kit. Even. Ja, pak hem op. Ah, take photo. Oh, het is zijn familie. Morgan Freeman. Sorry. Find anything? Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? The world is ending out there. Who cares who I am? If you don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. Dun, dun, dun. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Boom. Zo maken we vrienden hier in de ghetto die de Zombie Apocalypse heet. Wel toevallig, hè? Pak je de foto op, loopt die truck naar binnen. God de god. Heb je altijd hoor. Precies op het moment dat je het niet wil, gebeurt er iets. Nou, die hebben we sowieso nodig zometeen. Ik weet niet waarvoor. Nou, ik weet nu al wel waarvoor. What's that?
And dildo. Dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Wat een emotionele moment hier. De ene naar de andere. Wat worden we hier getrakteerd? Better get this door clear, huh? Can I help? Nee, zombie. Sure. Oh, ja, dus. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Ik zei nee, even. Ik heb nee gezegd. Het staat tenminste op tape. Oh, ik moet klikken. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No. It's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Mm-hmm. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. All right, a little further. Voetbal is leuk. Is een mooie sport. Why don't you want to talk about your family? Do they like you? Oh, Clementine is lief. No, it's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I got into a fight once. And what happened? And it ended really badly. After that, I wasn't allowed to talk to my family. Hoe gaat ze reageren? That's so sad. Let's move this thing. Oh. I hurt my finger. Wat een doetje. Die muziek helpt ook. I'll find you a bandage. Oh. Wat een genot weer. Ik zag daar de EHBO doos. Hey, kijk. Dad kept the remote for that thing in here someplace. Oh, we kunnen tv kijken, jongens. Waarom wisten we dat niet eerder? My parents came in here hoping to survive. It looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Protector, at least. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? I don't think they will. They want you to be safe. We'll find them if we can. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Ze praten wel heel veel nu. Genoeg gepraat, jongens. Oké, eens even kijken. Eens even kijken, waar is die astasbediening? Open drawer, natuurlijk. Daar is de astasbediening. Ik wist het. Search drawer, ja. It's the remote to my dad's TV. Nou. Props voor de ijsrakker en een watchkebird. Wizzy. Pompen die tv. Zet hem aan en pomp die bie. Ah, kom op, de Olympische Spelen, alles nu. That's what I figured. En hij wist het natuurlijk al. Waarom bestaat dit al zo'n functie als dit in het spel? Heb ik voor niks moeite gestoken om tv te gaan kijken. Kom op, mensen. Hallo Clementine. Look at Clementine. How are you doing over there? Okay, it still hurts. Oh, okay, ik help je al. Sorry hier. Let's have a look at that finger. Ow. Oh. It hurt. Let's see if we can do something about it.
Let's get this cut covered up. Yes, please. Nou, tja, wat een grote meid. Wat een stoere grote meid. Ga ik even rukken in het washok. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Oh. Moet ik eerst de sleutels weer pakken. Altijd, heb je altijd. Luckily, there's nothing I need in here. Hij zegt het mooi letterlijk. Waar sleutels? Kom op, sleutels! Liggen de sleutels nog erbuiten ofzo? What the hell? Waar zijn die sleutels? Als ik die sleutels toch eens had. Examen. First aid kit. First aid kit. Logica.nl. Wat is dat? First aid kit. Bam! Nou, dan weten we dat ook weer. The more you know. Jongens, kom op. Een sleutel. Het is echt een sleuteltje. Ik vraag niet om een wonder. Head back into the drugstore with me. In de drugswinkel, je weet zelf. Jonkels klappen. Ja. You're not bad, right? Oh, het is wel de goede kant. Asking me that. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others. Wandoetje. Nou. Pas me die sleutels. Waar moet ik klikken? Pak energiereep. Ja, toch. Oké, ik moet ophouden. Anything happened to Ducky? I know, hon. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. I'll melt it now. Boo! Iemand heeft... Hey there. This is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. Wait, what? A bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till... Ik heb nog niet eens de medicijnen gehaald. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. My missy. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. Ik wil eerst dat hok even fixen. Waar is die sleutel? Damaged. This place didn't get looted. Waar is die sleutel? Waar is die sleutel? Sleutel, sleutel. Alweer een energiereep. Zoveel energierepen. Ja, ik merk heel duidelijk aan het spel dat ik heel vaak in de supermarkt kom. Ik pak... Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Okay, niks. Maar dat je ziet dat ik vaak in de supermarkt ben, dat was de lol. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Okay, dat is hem ook niet. Examen radio. Ja, dan moet ik met die truck praten. Ik praat wel. Geef me de sleutel. Echt waar, dit is zo. Examen streetcards. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Sorry, die was best leuk. Die was heel leuk. Oh, foto's van de familie.
Ah. Pijnlijk, precies ook die winkel hè, waar ze in staan. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Oh, dat zijn zijn berichten van over hem? Oké. Okay. Ik word nu echt, echt schijtziek, waar? Try to get some rest, hon. Try to get some rest, hon. Morgen om 2:00 de nieuwe Walking Dead aflevering. Klik hier in beeld om terug te gaan naar de vorige aflevering. Of klik hier om door te gaan naar de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van alle Walking Dead afleveringen van Bardo? Abonneer dan hier beneden om op de hoogte te blijven met Banjo Town. Nogmaals, abonneer! Ja, leuk.